Dit is Gelderland Helpt. Vandaag zijn ze bij de Zonnehoek in Apeldoorn op zoek naar kersthuisjes. Maar we beginnen met Stichting Sint voor Ieder Kind. Een karspuzzel. Karspuzzel, ja. Mijn stichting is Sint voor Ieder Kind. En wij gaan langs gezinnen, langs kinderen, waar Sinterklaas niet komt in de week van 1 tot 5 december. Omdat de ouders een te smalle beurs hebben. Er zijn dus kinderen die geen cadeautjes krijgen op pakjesavond. Ik ben zelf groot fan van het Sinterklaasfeest. Ja, want niks is spannender natuurlijk dan dat ze binnenkomen en Piet en Sinterklaas en cadeautjes krijgen. En toen heb ik eigenlijk bij de eigen gemeente geïnformeerd of dat we hier zeg maar ook arme kinderen hadden. En ja, die waren er voldoende. En zo ben ik eigenlijk begonnen met 23 kinderen. Nou ja, goed, en nu gaan we dik over de 1000 heen. In de kamer? 506? Ja, 506. Nou, we hebben een heel systeem. Iedereen pakt een cadeautje in. Het gaat per gezin, per zak. En iedereen moet onthouden wat erin zit. En die komt het dan brengen. Ondertussen schrijf ik de naamstickers. Net zolang totdat de zak gevuld is voor het gezin. En dan wordt die verschoven naar het magazijn. Ja, maar ik kan je doen. Moet ik het doen? Oh. Sommige kinderen kunnen het, de ouders daarvan kunnen het gewoon niet betalen. En dan is het wel echt geweldig dat Ilse dit zo doet, dat iedereen gewoon kinderen kan helpen om ook een leuke Sinterklaas te hebben. En we doen het ook zodat kinderen in de klas ook kunnen meevertellen dat hun geen cadeautje hebben gekregen en iedereen wel daarover praat. Huilende kinderen. Ja, die echt zeggen, we hebben jarenlang een brief geschreven, Sinterklaas kwam maar niet. En nu zijn jullie er eindelijk, dat soort reacties. Het zijn echt daadwerkelijk kinderen waar wij komen die zelfs met hun verjaardag niet altijd een cadeautje krijgen. En als ze wat krijgen, is het zeg maar van de kringloop. Vandaar dat wij ook echt gekozen hebben zeg maar, voor een nieuw speelgoed. Nou, eigenlijk kunnen we alles gebruiken. Ja, Sinterklaaszakken zijn we ook echt wel op zoek. Hè. Momenteel is dat best wel lastig, omdat we eigenlijk geen jutezakken gebruiken. Die zijn naar verhouding zeg maar te klein, omdat we veel gezinnen hebben met 6, 7 kinderen. Dus Sinterklaaszakken, Sinterklaasstickers, maar stickers, kleurboeken, leesboeken, inpakpapier. Ja, eigenlijk alles. Sinterklaaszakken, stickers en allerlei boeken voor dit mooie project. Gelderlandhelpt.nl Die witte nemen, ja, dat lijkt mij wel het mooiste. Oké, wil je iedereen even een grisant geven, Kirsten? Dan gaan we met de volgende bloemen zo meteen verder, als jullie klaar zijn. De bovenste blad, ja, goed. En ga maar even kijken dat je hem goed verdeelt. Ik vind dat jullie trouwens een gigantisch mooi bloemstuk maken. We zijn hier in de patio van de Zonhoek in Apeldoorn. Zonhoek is een school voor het speciaal onderwijs. De Zetten elkaar school. We zijn hier het hele jaar bezig met groen, met tuin, met horeca. In deze ruimte zijn we bezig met oppotten van kamerplanten. We maken bloemstukken. We hebben een tuin bij de kinderboerderij waar ze dus ook groenten verbouwen. En dat soort dingen doen we hier eigenlijk allemaal. En jij, ben jij er tevreden van? Jij? Oké, hartstikke goed. Oh, we zijn nog even vergeten om een kaartje te maken met jullie namen erop. Hè? Dat gaan we zo meteen wel even doen. Kom maar, lopen we door de hal. De leerlingen zelf vonden het ook echt een heel leuk idee om een kerstdorp in ons gebouw te krijgen. En sinds de oproep op Facebook hebben we al wat dingetjes binnengekregen, wat huisjes en wat... Dus ze zijn nu bezig al om te kijken wat we allemaal binnenkrijgen om het een mooi geheel te laten worden. We gaan met het fotoproject vanuit school gaan we elk jaar naar de intratuin. En ons idee is ontstaan door dit en dat leek ons wel leuk. We zouden wel ook meer huisjes willen en bootjes om het nog groter te maken. Van die leuke gezellige kersthuisjes om de kersttafel van de Zonhoek helemaal mooi te maken. We zamelen zo snel mogelijk in. Gelderlandhelpt.nl. Bedankt voor het kijken.